Ik ben Hilde Blank, ik ben directeur van BVR Adviseurs, adviesbureau Rotterdam. Dus als er bestuurders, met name bestuurders, zeggen altijd van BVR, dat was toch Riek Bakker? Ja, vroeger was het Bakker van Rijs, toen werd het bureau van Riek, ze wordt vaak ook aangekondigd. Directeur van het bureau van Riek, dat is een mooie opstap. Tegenwoordig heet het gewoon bureau voor ruimtelijke ontwikkeling. En ontwikkeling is niet alleen maar fysiek, maar vooral om dynamiek en nieuwe energie in ontwikkelingen wel van een ruimtelijke aard te brengen. En zo'n kleine 9 jaar geleden ben ik nu eigenaar en directeur samen met mijn partner Bernard Jansen. Voordat ik directeur was, was ik projectleider. En een van mijn projecten die ik in de beginperiode heb gedaan was het Centrum van Helmond. Dus ik zag al net wat bekende gezichten, dus dat vind ik weer aardig om te noemen. Als directeur doe je veel en ik ben veel met de inhoud bezig. Een van mijn klussen op dit moment is adviseur van het BERC. BERC is geïnitieerd door de provincie Noord-Brabant. Het Brabantse expertisecentrum ruimtelijke kwaliteit. En wij zijn niet meer en niet minder een werkleerplaats om heel veel van die aspecten die net aan de orde zijn gekomen samen met gebiedspartijen gewoon eens te gaan ontdekken, te verkennen, te kijken. En eigenlijk geeft dat ruimte om samen met partijen gebieden door te gaan, te schetsen, te kijken hoe krijgen we hier zaken voor elkaar, wie hebben we nodig, kunnen we nieuwe concepten bedenken. Nou, dat is, u kunt zich voorstellen, waanzinnig leuk om te doen. En we hebben het nu helemaal opgestart en binnenkort zult u daar zeker ook meer van horen. Daarnaast ben ik tegenwoordig sinds een jaar ook hoofd van Men & Public Space, Design Academy Eindhoven. En het leuke aan Design Academy is dat, in tegenstelling tot van hoe ik zelf ben opgevoed als een stedenbouwkundig ontwerper of als landschaparchitecte, dat de studenten heel erg geleerd wordt om naar gebruik en betekenis van gebieden en plekken te kijken. En veel meer te kijken, welke mensen zitten hier dan? Hoe gebruiken ze ruimtes? Hoe werkt dat dan? En ze beginnen vaak heel abstract en eindigen met een product wat hier in deze ruimte zou kunnen staan. Echt dwars door die schaal heen, enorm inspirerend. Aardig te noemen, er werd altijd jaarlijks weer een publicatie gedaan. Thema is altijd stad en land en natuurlijk de interactie. En afgelopen periode was dat land als attractie, stad als attractie. En komende periode zijn het routes en routines. En de studenten gaan bijvoorbeeld ook meewerken aan de Noordoostcorridor. Ze zijn deze week gestart, dus wellicht dat u daar binnenkort een ander van kunt zien. En een van de dingen die we de studenten al een paar jaar vragen, is om te starten vanuit Brabant. En vanuit daar hun fascinatie, want deze jongen is afgestudeerd op kermissen. Die heeft helemaal treks, hoe gaan al die kermisattracties door heel Brabant heen? Maakt allemaal kaarten. Uiteindelijk heeft hij allerlei systemen voor kermissen bedacht en een hele nieuwe kermis gemaakt tussen Helmond en Eindhoven. Met de trein als attractie om er langs te gaan. Waanzinnig leuk project, ik kan daar uren over vertellen, dat snapt u. Maar belangrijk is dat we die kaarten consequent blijven maken, van welk thema dan ook. En dan hopen we in 2018, hopelijk culturele hoofdstad, een waanzinnig leuke inspirerende atlas te kunnen bieden van wat eigenlijk in Brabant al beweegt. En wat daar werkelijk, hoe werkelijk daar mensen zich thuis voelen. En ik vind het ook leuk om te melden dat weliswaar begin midden jaren 90 ik in Eindhoven coördinator stedenbouw was. Ik weet niet of iemand zich dat in die tijd nog herinnert, maar dat was de tijd dat we echt zaten van de stedenbouwkundige visie op de stad. We moeten verschil maken. Eigenlijk begrippen die we nu natuurlijk ook hanteren. Hoe word je een interessante, aantrekkelijke regio? En een paar dingen vond ik erg leuk. Ik kreeg heel veel ruimte hier. Jonge Architecteninitiatief. We hadden natuurlijk een TU Delft met enorm veel leuke mensen. Maar zonder onrecht doen aan die bureaus. In die tijd maakten Van Aken en de Bever eigenlijk alles uit. Tegenwoordig zijn heel veel nieuwe leuke jonge bureaus in Eindhoven. Hebben daar natuurlijk verder hun nering gevonden. En we hadden de manifestatie Opgroeistad. Iemand van u? Niemand bekend? Ik had toch gehoopt dat dat er een beetje was blijven hangen. We hebben met allerlei leerlingen, middelbare basisschool, allerlei projecten hebben gedaan, waaronder met Teun Koolhaas maquettes gebouwd voor Meerhoven. Dat was echt een waanzinnig leuke periode. Nou kent u mij een beetje. Nou ben ik natuurlijk benieuwd naar u. Net is al gezegd, hè, RO is een crisis. Nou vind ik het interessant om te weten wie van u heeft eigenlijk een beetje weemoed naar de jaren 90. En dan bedoel ik eigenlijk een periode dat we weer grootse plannen maakten, dat er wel een programma was. Dat was mooi. Ja, maar mag ik even weten, wie van u zegt eigenlijk, wat jammer dat de tijd voorbij is? Niemand? Ik was wel een stukje jonger toen. Huh? Ja, ik was wel een stukje jonger toen, dus in die zin. Ja. Ik schatte in vanmiddag als publiek een beetje mijn leeftijd er omheen was, maar volgens mij
lees het ook zo. Niemand? Nou, dan heb ik helaas een spijtige mededeling, want anders had ik u een ticket naar Azië gegeven, omdat daar dat nog heel erg speelt. Wie van u zegt van, nou jongens, we zitten in een tussentijd. Het is eigenlijk een periode van dat we weer even herbezinnen, even dicht bij het. Straks gaat het weer anders. Misschien komt het nooit terug zoals het was. Maar we zitten nu even in zo'n tussenfase. Daar zie ik al wat meer handen. Ja. Nou, dan, ik weet niet of u bestuurders bent of anderszins. Ik denk namelijk als u daar echt vergaat, denk ik dat u een hele leuke tijd krijgt. Want de tussentijd is natuurlijk een tijd dat ruimte is voor tijdelijk gebruik, tijdelijke initiatieven. En als bestuurder, in ieder geval als wethouder, wil u natuurlijk in die 4 jaar wel wat bereiken. Dus ik denk dat u daar, maar goed, misschien mis ik wel een hele groep constructie in de discussie al. En wie van u zegt van, ja jongens, het is echt tijd voor een trendbreuk. Nou, de meerderheid. Dan moet ik zeggen, dan heeft u wel lef. Want dat betekent nogal wat als u zegt dat u voor de trendbreuk gaat. Want als het echt gaat om een trendbreuk, en net is daar een aantal zinnige woorden over gezegd, dan zeg ik altijd van, dat betekent dus dat je echt moet veranderen. De kunst van het loslaten noem ik dat graag. Dat betekent dat je dus ruimte moet geven aan anderen, is genoegelijk over gezegd. En tegelijkertijd, dat heb ik net ook al aangestipt, moet je ook regie blijven voeren. Je moet toch wel weten waar het naartoe gaat. En natuurlijk is het tijd voor een trendbreuk, hè? Dat steun ik ook van harte. Ga het niet allemaal opzoeken, kunt het. Hè? We zijn heel erg bezig met wie zijn de nieuwe markten, hoe kunnen we waarde creëren, hoe kan je nieuwe financiële arrangementen voor elkaar krijgen. Maar een trendbreuk, het zit in de naam, betekent ook een breuk. Dus als u echt daarvoor wilt gaan, moet u ook met een aantal zaken die u gewend bent te doen, breken, want anders lukt dat niet. Nou, willekeurig, een beetje vanuit mijn eigen ervaring, denk dat het vooral op 4 hoofdonderwerpen gaat, dat je dan echt moet breken met hoe je op dit moment met je grondpolitiek omgaat. Moeilijke kwestie. Dat je ook moet gaan kijken, hoe zit het met oude afspraken en toezeggingen? Kan ik daar echt die slag in maken? Anders blijven we ook maar achter ons aanhouden. Dat je niet alleen maar kijkt naar bestemmingsplannen, wat willen we nog meer? Maar vooral, wat doen we niet meer? Kan je het gebied ontstemmen? Lijkt me erg leuk namelijk een ontstemmingsplan voor de regio te maken. En dat je moet kijken van, hoe kunnen wij meer variatie, meer vernieuwing krijgen en dat we niet zo gehinderd worden door die enorme regeldruk, normen die eigenlijk maken dat heel Nederland eruit ziet als ware dat als je hier bent hetzelfde is als een ander deel in het land. Daar is veel meer contrast en veel meer mogelijk. Maar daar moet je dus wel wat voor doen. Goed, nou, we hebben elkaar een beetje leren kennen. Ik ga met u 3 dingen even snel doorlopen. Geïnspireerd door jullie eerste sessie op 30 mei was het geloof ik, hè? De burgemeester van Eindhoven zei, het moet anders. Dus heb ik gekeken van, nou, wat zijn dan die opgaven voor de toekomst? Hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, niet dat ik de waarheid heb, maar ik geef u wat noties mee van mijn eigen praktijk. En welke voorbeelden inspireren? Bijna overbodig, want ik heb er net al heel veel langs zien komen. Maar doen we ook snel. De opgave van de toekomst, dat is natuurlijk niet nu, hè. Dat is natuurlijk al heel erg bezig. Natuurlijk is dat de klimaatverandering, wat echt een hele andere opgave heeft. En niet de grootste, niet alleen maar het Delta-programma en alles eromheen. Maar ook, hoe zien de steden er straks uit? We hebben nu een opdracht van het ministerie. Hoe ziet nou een klimaatbestendige stad eruit? Is dat anders dan die nu is? En we zijn net gestart, dus als er resultaten van zijn, zult u die vast zien. De stad-landrelatie. Ook iets wat natuurlijk al jaren is, maar nog steeds zeer actueel. Hoe ga je daar precies mee om? En natuurlijk, vooral voor het Brabantse, natuurlijk die hele verbreding, vergroting, verandering van het hele agrarische gebied. En of course de krimp. Ja, ook iets, dat weten we allemaal wel. Maar toch om daar goed mee om te gaan en van de gevolgen. De leegstand, et cetera, et cetera. Vooral dat laatste betekent, net is dat ook al gezegd, dat je daarmee heel erg gaat naar het bestaande. Wat kunnen we daar veel meer? En dat het heel belangrijk is dat je met elkaar bespreekt, waar landt nu elk programma? Ik heb hier een discussie, een debat op het bureau georganiseerd over, we hebben een programma en daar zoeken we ruimte voor. Hè? Zo ben ik ook in mijn studie opgegroeid. Ik heb een heel programma van, is er iets zoeken waar de ruimte is, waar het beste past. Tegenwoordig is het precies andersom. Dan is het ruimte zo'n programma. We hebben heel veel ruimte, maar er is te weinig programma. Nou, en vooral in regionaal verband, waarin je de mogelijkheid hebt om veel meer te kijken waar landt nou het beste programma en gunnen we dat elkaar ook,
is wel een hele wezenlijke voor deze tijd. Tegelijkertijd, kijkend naar dat bestaande, en nu met de bestaande stad en de kwaliteit en hoe je van over plan kan tillen, ja, is dit natuurlijk is net al een hele presentatie over geweest. Natuurlijk een waanzinnige regio. En de economie is natuurlijk wel waar iedereen naartoe gaat. Hoe kunnen we die ruimtelijke kwaliteit, die ruimtelijke ontwikkeling inzetten om ook die economie te helpen? Ik heb een paar beelden gebruikt van Brabant versterkt stedelijk netwerk. Daar hebben we als bureau even een presentatie voor gemaakt. Om te kijken van hoe is die positie van Brabant. En daar komt dat verhaal, ik weet niet of u dat kent, maar als het goed is, Wim van der Donk gaat er ook mee op campagne. De hashtag Brabant. Als je eigenlijk kijkt naar de structuur van Brabant, zie je bijna een hashtag. Hashtag kan natuurlijk een mooie internetterm wat voor vele doeleinden benut kan worden. En dan zie je de plek waar we hier zitten, de dikke knoop, dat is wel uw regio. En als je die wat kwalitatiever beschouwt en je kijkt hier vanuit uw regio richting Amsterdam, de hele kennisas A2 of richting de hele logistieke as tussen Antwerpen, Rotterdam en het Roergebied, ja, dan moet je toch met die positie, dat is de kans. En dan kan je niet meer praten over middelmaat. Dan ga je natuurlijk ook kijken, en wat kun je dat benutten? Het is het momentum, moet je wel vastpakken. Dus de opgave van de toekomst, ik denk dat die niet anders zijn dan ze zijn. En dat ze al jaren zijn eigenlijk. Het gaat toch om het verbeteren van een woon- en leefklimaat. En hoe je hier een kwalitatief waar regio van maakt. Maar de vraag is wel, hoe doe je dat? Nou, ik heb daar een paar noties bij me. Ik denk dat je moet kijken, wat is dan de weg naar succes? Je kan niet alles veranderen, moet je ook niet doen. Maar je kan misschien zelf zeggen van, we hebben een team van superhero's en die gaan eigenlijk als een soort supermachine door deze regio heen. Die zorgen ervoor dat initiatieven plek kunnen krijgen, dat er procedures snel kunnen worden doorlopen, dat je iets mag wat misschien niet helemaal kan, maar dan geef je dat een andere status, die eigenlijk daar zo'n nieuwe energie en nieuwe dynamiek in geven. Je kunt ook zeggen van, nee, we gaan echt programma's doen, andere programma's. We worden hier een IBA. Wij zijn bezig voor de IBA Parkstad Limburg. Dus ziet wat voor nieuwe energie, vooral met de ontwikkelende en maatschappelijke en culturele instellingen dat geeft, kan je hier ook doen. Nou, je bent zelf al bezig met culturele hoofdstad. Er zijn natuurlijk meerdere programma's te bedenken die een soort nieuwe energieboost aandacht geven waarop je kan accelereren. En ik merk in de praktijk dat ik heel erg zie dat iedereen zijn rol aan het zoeken is. En om het even kort te houden, even bij de overheid alleen stil te staan, hoor ik steeds meer, wij moeten terugtrekken, wij zijn faciliterend, wij moeten naar de anderen. En ik vind eigenlijk dat u uzelf daarmee tekort doet. Ik denk dat je als overheid toch een wat andere rol zou moeten hebben. Denk ik. Je hebt misschien een hele andere. Even kijken. Ik denk namelijk dat je niet zozeer moet kijken in het hele veld wat iedereen doet, maar dat je veel meer naartoe zou moeten. En ik ben het aan onderzoeken of dat ook werkelijk is. Ik ben een miljoen, daar kunnen we een andere keer over hebben, want je hebt daar veel meer verstand dan ik. Maar ik denk dat je weer als overheid je taak en je rol moet pakken. Jij bent echt degene voor de lange termijn, de visionair, stip op de horizon. Doe jezelf niet tekort. En alle andere partijen hebben er ook andere rollen in. En het aardige is ook dat je ook ziet, hè, marktpartijen hebben weer een andere rol dan bedrijven instellingen. Die komen veel meer aan bod als eigenaar ook. Samenleving die veel meer ruimte laat voor eigen initiatieven. En eigenlijk is de gebruiker waarvoor het allemaal doet, dat is eigenlijk degene die de kwaliteit bewaakt. Want als we het niet goed doen, heb je geen afnemer, geen gebruiker, dan gaat het niet gebeuren. En eigenlijk krijg je daardoor een ander spel dan ik vind dat op dit moment een beetje met elkaar wordt gespeeld. Nou, welke voorbeelden inspireren? Tot slot, dan zou ik zeggen inderdaad, kijk naar mezelf. Volgens mij is hier in de hele regio veel meer klein en groot, wat enorm inspirerend is. Ik dacht ook te denken, misschien is een aardige volgende studie voor het SRE om eigenlijk op te halen wat voor goede initiatieve ideeën zijn en daar een beetje mee te laten zien. Want als je zichtbaar bent en je wordt ervoor beloond, ik heb een tijd Mooi Nederland programma gedraaid, iemand die een pluim kreeg, die kreeg zoveel aandacht en die zegt van, oh, dan ga ik volgende keer nog meer energie erin stoppen. Dus beloon jezelf met je goede kwaliteiten. Dat doe je natuurlijk ook wel eens, kijk naar hoe Brainport wordt aangepakt. Een hele kwaliteitsteam op, er zit ook enorm energie in. En als je dan ziet hoe dat doorgetrokken wordt, ook naar de Noordoostcorridor, dan denk ik van nou, er zitten heel veel dingen hier gebeuren die heel voorbeeldig zijn. Met hè, de Brainport en de hè, high tech, high green, dat je dat als kwaliteit in deze regio hebt. Een paar kleine andere voorbeelden. Er zijn natuurlijk steeds meer voorbeelden die ook werken,
waarin andere partijen een stukje van de verantwoordelijkheid die normaal de overheid deed, overneemt. Dus even uit Boston een voorbeeld waarbij de eigenaar van het pand linksboven heeft gezegd van goh, wij willen het hele parkeerterrein et cetera wel ontwikkelen tot een heel park, dat heel mijn eigen beren op doen. Belangrijk is wel dat de overheid zei, die torenontwikkeling die we daar hadden bedacht, doen we dus niet meer. En eigenlijk zie je dat door waardevermeerdering van die omgeving, maar ook natuurlijk inkomsten uit voorzieningen die daar nu op zijn gezet, dat zoiets kan gaan werken. En een prachtige nieuwe openbare ruimte in de stad. Een ander wellicht voor u wel bekend voorbeeld is Pottersfield Park. Natuurlijk is dat een voorbeeld dat heel erg in centrum Londen, daar moet je wel je plek voor hebben. Maar waar ook de mensen uit de omgeving in samenwerkingsverband zo'n hele gebiedsontwikkeling hebben opgepakt en eigenlijk een prachtig park teruggeven aan de stad. En zij krijgen hun inkomsten onder andere door reclame. Dus als individu mag je gratis een park, maar je mag het park ook gebruiken voor grote reclameuitingen. Dan krijgen zij, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar toen ik die verhalen hoorde, kregen ze daar flink inkomsten voor, waardoor ze dat hele gebied op die manier konden ontwikkelen. Kleinschalig kan je natuurlijk ook beginnen door veel meer mensen zelf verantwoordelijkheid te geven voor het bouwen van je eigen huis. Nou, bijna zou je dat hier kunnen doen met bestaande materialen, et cetera. Waardoor je dat ook niet alleen het grootste zit, dat kan ook heel bij particulieren zitten. Ik hoorde net al Amvest, ik weet dat die hier bezig zijn. Wij werken ook voor Amvest, maar dan voor Almere. En Arie Duivestein is hier een voorbeeld van in ieder geval een wethouder die los durft te laten. Die ook zegt van, een belegger mag dit gebied ontwikkelen en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Hij heeft zelfs een liefdesgedicht daarvoor gemaakt. Even kort per plaatjes, omdat ik natuurlijk wel trots ben dat wij dat maken. Het gebied aan de kust van Almere, waar een plan lag om eigenlijk aan het waterfront een front te maken met het water en de rest was bos. En wij zeiden nee, iedereen mag aan het strand aan de kust. Dus we leggen die lijn helemaal naar binnen. Heel simpel basisconcept. Er wordt nu gigantisch veel zand opgespoten om echt daar het duinenmilieu te maken. En op dit moment zijn we ook met een prachtige Arts Impression. Maar de uitwerking van de eerste deelplannen bezig, want daar gaat het gewoon gebeuren. Dat komt natuurlijk ook omdat Anvas een belegger is met meerjarig belang. En dat die samenwerking tussen publiek en privaat daar zeer groot vertrouwen in is. Ander voorbeeld, IKEA. Die in Londen gewoon een hele wijk bouwt. Hè? Geen IKEA winkel, maar wel helemaal IKEA. Nou, dus ook dat een ander het eigenlijk doet. En ik zat te denken toen ik IKEA. Ik denk, joh, zijn we hier toch al aan gewend? Dat een ondernemer of een multinational gewoon voor je bouwt en wijken verzorgt. Het ligt helemaal niet zo ver bij je vandaan. Dus wellicht kan je een deel van die traditie die je past, best weer toepassen. En deze vond ik wel mooi, was er gisteren in de krant. Dat je ziet dat ook anderen echt in infrastructuur gaan investeren. En dat het dus een heel ander verhaal wordt over eigenaarschap. Wie doet wat? Wat is welke rol? En als overheid, slot sheet, is het echte zaak de kunst van het loslaten. En dat heeft één groot voordeel. Dat is mijn examen.